Welkom bij Earth Matters TV. Dit is de interview met Jan Storms. Hij is auteur van het boek Destructieve Relaties op de Schop. Psychopathie herkennen en hanteren. 5 jaar geleden stond hij bij ons in Huis de Beurs in Groningen voor een lezing. Het was bijna uitverkochte zaal. En er is op zich heel weinig over het onderwerp te vinden. En zijn lezing hebben wij als audio op de website gezet. Is inmiddels meer dan 60.000 keer beluisterd. En de mensen die ik erover spreek, die met het onderwerp te maken hebben in hun omgeving. En die krijgen met het werk van Jan te maken. Of ze hebben de lezing gehoord of het boek gelezen. Die zeggen zonder uitzondering dat ze er allemaal ongelooflijk veel aan hebben gehad. Nou, dat is 5 jaar geleden en voor mij aanleiding om Jan uit te nodigen voor een interview. Jan, van harte welkom. Graag. Psychopathie is een heel bijzonder onderwerp dat een belangrijke plek in jouw leven heeft ingenomen inmiddels. Hoe ben je in aanraking gekomen met het onderwerp? Wel, ik heb in mijn leven heel veel mensen ontmoet. Hè. Dus in mijn werk ook een tijd lang in mijn engagement voor een politieke partij. En af en toe kwam je ook destructieve mensen tegen. Hè? Dus die geweldig ontspoorden eigenlijk. En soms had ik dat vanaf het begin door en soms ook helemaal niet. Mm-hmm. Dan is dat intrigerend. Hè? Dan moet je zien te achterhalen waar dat op hangt eigenlijk. Hè? Hoe het kan dat je iets de ene keer wel, de andere keer niet herkent. Ja. Dus dat is intrigerend. Nou, op een gegeven ogenblik was het weer zover. Hè? Dus, en had ik met 3 mensen tegelijkertijd te maken die zich destructief gedroegen. Dat had een geweldige impact in mijn leven. En toen heb ik gezegd van nou, ik moet hier een vinger achter krijgen. Ik wil weten wat het is. Ja. En ben ik onderzoek gaan doen. En ben ik erachter gekomen van dit heet psychopathie. Aha. En wat is het dan geweest dat het zo'n belangrijke plek in jouw leven in heeft genomen? Want er is op zich niet heel veel over bekend. En ja, jij bent inmiddels wel een van de weinigen die daar expert op is in dat gebied. Wat heeft gemaakt dat je daar zo diep op bent doorgegaan? Wel, ik heb daar een beetje hulp bij gehad in die zin. Dus ik was het aan het onderzoeken. En ik ging na welke mensen dus daar eigenlijk aan voldeden aan wat ik vond over psychopathie. En ik heb mijn ervaringen opgeschreven. En die heb ik gedeeld met een bevriende therapeut. En die is begonnen daar fotocopieën van te maken. Mm. En hij deelde dat uit aan cliënten van hem, waarvan hij dacht dat ze het nodig hadden. En hij heeft tegen mij gezegd, Jan, je moet hier een boek over schrijven. Want ze trekken het uit mijn handen. Hmm. En ik had zelf nooit gedacht dat ik dat zou doen. Want mijn eigenlijke interesse is hogere bewustzijnstoestanden. Hè? Dus ik heb een achtergrond in de Vedische traditie. Ja, dus dat is de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India. Ja. En wat mij interesseerde, dat was de grootst mogelijke ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. En psychopathie blijkt precies het tegenovergestelde daarvan te zijn. Ja, dus zit je helemaal aan de andere kant van het spectrum inderdaad. Ja, ja. Dus dat zijn mensen die niet in staat zijn hun bewustzijn te ontwikkelen. Ja. En vanwege mijn expertise in die Vedische kennis, bleek ik ook een geschikte ingang te hebben om een studie te verrichten naar psychopathie. Aha. En uiteindelijk om de kernkenmerken van psychopathie te identificeren, kun je gewoon eigenlijk het negatief nemen van zelfverwerkelijking. Ja, want we hebben, en we denken allemaal van nou, een psychopaat, dat is een seriemoordenaar die naast zijn lijk gaat zitten en met een mes en dat allemaal nog lekker gaat zitten oppeuzelen. Maar dat is, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat is echt de huistuin- en keukenpsychopaat, die is er ook veelvuldig. Wat is voor mensen die niet weten wat psychopathie is, wat zou jouw definitie in een notendop zijn? Ja, nu, er zijn verschillende psychopathieconstructen, dus met telkens verschillende criteria. En de meest bekende zijn die van dokter Cleckley en van professor Heijer. Mm-hmm. En de oudste is die van Cleckley. Maar dat zijn constructen, in het geval van Cleckley, gedefinieerd op basis van een populatie van vooral mensen
die in zijn psychiatrische instelling verbleven. Mm-hmm. Dus zeer zware gevallen. En de criteria die professor Heijn heeft opgesteld, die hebben vooral betrekking op een gevangenispopulatie, hè, van vooral mannen. Aha. En daardoor zijn die constructen gekleurd. Ja. Ik heb geen populatie van psychiatrische patiënten of van gevangenen tot mijn beschikking. Dus ik heb mijn onderzoek gedaan naar psychopaten die niet opgenomen zijn of die niet vastzitten, maar die gewoon vrij rondlopen. Okay. En dus ik noem het de huistuinen- en keukenpsychopaten. Ja. En wat zou je... Hè, want dat gaat vooral over waar ze zijn en waar ze te vinden zijn. Hè, maar wat is het inhoudelijke, wat is de inhoudelijke definitie? Want is het een ziektebeeld, een aandoening? En hoe ziet het er dan inhoudelijk uit? Geïdentificeerd heb, dat zijn kernkenmerken. En dat zijn kenmerken die bij iedere psychopaat aanwezig moeten zijn om van psychopathie te kunnen spreken. Mm-hmm. En die samengenomen ook toereikend zijn om die diagnose te kunnen stellen. Dus dat zijn twee sleutelbegrippen in het omlijnen van een construct, mm-hmm. Of het uitlijnen van een construct. Ja. Dat is noodzakelijk en toereikend. Daarnaast heb je nog een heleboel kenmerken die niet noodzakelijk aanwezig zijn en die eventueel ook dan niet toereikend zijn om van psychopathie te kunnen spreken. Dat zijn secundaire kenmerken. Mm-hmm. Nu, de kernkenmerken, dat is een gebrek aan geweten. Dus de gewetensfunctie is verstoord. Een gebrek aan invoelingsvermogen, liefdeloosheid. Dus dat is de kwaliteiten van het hart die aangedaan zijn. Mm-hmm. En dan is er ook een tekort in het functioneren van het verstand. Dus deze mensen die zijn niet wijs. Er zijn, dus dat heeft te maken met gebrek aan sturing in het leven. Dus wat ook samenhangt met een gebrek aan geweten. En hun ervaringen hebben een gebrek aan betekenis. Dus ook de woorden die ze spreken, die hebben een gebrek aan betekenis. In ieder geval voor hunzelf. Ja, precies. Ja. En mensen met deze eigenschappen, die zijn niet betrouwbaar in relaties. Mm-hmm. Dan zijn er nog een paar eigenschappen, dus die zijn wat moeilijker te identificeren soms. Dus, maar er is ook een gebrek in hoe die mensen tijd en ruimte beleven. En dus ze zitten als het ware opgesloten in een heel beperkt hier en nu. En dus hun beleving van tijd en ruimte ademt niet. Helder. Dus terwijl gewone mensen die hebben het gemakkelijk om de grenzen van tijd en ruimte te overschrijden. Ja. En wijdere werkelijkheden in hun gedrag te betrekken. En het is een stoornis die als kenmerk heeft dat men er niet uit kan ontsnappen. Ja, en hoe vaak komt het eigenlijk voor? Wel, mensen die hier naar onderzoek gedaan hebben, die komen met verschillende schattingen van de prevalentie van psychopathie. En de allerlaagste schatting die je tegenkomt is 1% van de bevolking. Wat op zich al buitengewoon veel is. Ja, absoluut. Ja. En Heijer die heeft het dan op, houdt het dan op 1-1,5% van de bevolking. Maar er zijn onderzoeken gedaan. Er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan aan de Universiteit van Gent bij middelbare scholieren. Waarbij, dus scholieren van het voortgezet onderwijs, waarbij men uitkwam op 2-3% okay. van de scholieren die dus eigenlijk psychopathische trekken vertonen. Maar dat was op basis van zelfscoring. En dat werkt heel slecht. Nou, inderdaad. Ik heb ook wel eens 5-6% gehoord. Ja. Dus ik houd het zo op rond de 5%. Hmm. En professor Lobachevski, dat is een Poolse professor die hier onderzoek naar gedaan heeft, die zegt 6%. 6%, ja, moet je nagaan. Ja. 5% dat is al... Beroepsgroepen waarbij men het percentage nog
hoger acht. Hè. Bijvoorbeeld, er is een organisatiepsycholoog. Ik weet niet goed hoe ik zijn naam moet uitspreken. En zo op zijn Nederlands zou je zeggen Babiak, maar misschien is het wel Babayak. Oké. En die heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van psychopathie in de top van grote bedrijven. Zegt dat het daar 4 keer vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Zo. Ja, dat kan me ook best iets bij voorstellen, inderdaad. Ja. En heb jij zelf ook een toename gezien van bekendheid met het fenomeen in, laten we zeggen, in de laatste 5 jaar? Dus dat men... Well, ja, toen ik begon met werken met slachtoffers van psychopaten, of prooien van psychopaten, toen was er eigenlijk in het Nederlandse taalgebied vrijwel niets beschikbaar aan literatuur over psychopathie. Ja. Dus ik ben begonnen daarmee te werken in 2006. En in 2010, begin 2010, is mijn boek verschenen. Dus Destructieve Relaties op de Schop. Psychopathie herkennen en hanteren. En door het boek zijn er natuurlijk veel mensen mee in aanraking gekomen. Hè? Dus ook met de lezing die op de website van Earth Matter staat. Hè? Dus als dat al bekeken, als beluisterd is door 60.000 mensen. Het boek is in meer dan 20.000, op meer dan 20.000 exemplaren verkocht. Dat is ook fantastisch. En het wordt vaak uitgeleend via bibliotheken. Mensen delen het met elkaar. Dus ik denk dus dat alles bij elkaar we misschien iets van 100.000 mensen bereikt hebben. Geweldig. En wat is de teneur van de afgelopen jaren in de praktijk? Zie je wat het meer of minder in aantal, milder of erger in soort misbruik? Kun je iets zeggen over, is er een teneur die je waarneemt? Ja, dus van op de plek waar ik zit kan ik dat eigenlijk niet beoordelen. Ja, dus ik kan dat niet beoordelen, omdat ik vooral prooien zie. En of dat die groter in aantal geworden zijn, of minder groot in aantal, dat weet ik niet. En dus of dat dan het aantal psychopaten op basis van die overweging ging, of dat is toegenomen of afgenomen, kan ik niet zeggen. Maar er is wel zeer grootschalig onderzoek gedaan in de Verenigde Staten naar de prevalentie van een aantal persoonlijkheidsstoornissen. En dus niet direct psychopathie, maar wanneer de persoonlijkheidsstoornissen ernstig zijn, dan is daar vaak ook een onderliggende psychopathie aanwezig. Dus die wordt niet vaak gediagnosticeerd, maar die is daar vaak wel aanwezig. Ja. En wat je ziet, dat die onderzoeken die worden om de paar jaar weer opnieuw gedaan. En daar zie je wel een stijgende trend. Je ziet ook dat bij de jongere generaties die persoonlijkheidsstoornissen vaker voorkomen dan bij de oudere generaties. Okay. Dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat die persoonlijkheidsstoornissen toenemen. Dat is omdat psychopathie wil eigenlijk zeggen dat je fundament ontbreekt. Hmm. Hè? Dat je geen connectie hebt met je eigen kern. Hè? Dus met je ziel. Ontbreken van bewustzijn eigenlijk. En als dat fundament ontbreekt, dan is het eigenlijk ook lastig om je persoonlijkheid in evenwicht te houden. Ja. Dus daar kunnen ook allerlei mankementen gaan inzetten. Ja. Dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat wanneer mensen ouder worden, dat er een aantal bij zijn, en zeker wanneer dat niet zo ernstig is, dat ze over de persoonlijkheidsstoornis heen groeien. Maar ja, het is moeilijk om daarin te kijken. En of er andere studies zijn waar je conclusies uit kunt trekken, ik zou het niet weten. Helder. En merk je dat bijvoorbeeld de kennis over psychopathie in de hulpverlening toch wat algemener bekend wordt? Of, dat staat buiten kijf. Hè? Ik hoor dus dat vele professionals mijn boek lezen en het ook aanbevelen aan hun cliënten. Okay. Dus er zijn ook een aantal mensen die hun cliënten naar mij doorsturen voor gesprekken. En ik zie ook regelmatig professionals in de lezingen die ik geef, in de workshops die ik geef. En er zijn ook workshops die ik geef speciaal
voor professionals. Hè. Dus daar is meer en meer aandacht voor. Ja. Maar, het moet gezegd worden, we staan wat dat betreft nog eigenlijk aan het prille begin. Ja. Ja, dus algemene kennis van psychopathie is er nog zeker niet. En dat heeft eigenlijk ook te maken met een tekort in de moderne psychologie. Ja, daar is het gewoon niet aanwezig of niet voldoende aanwezig? Wat zie je daar? Wel, er is wel kennis aanwezig. En dat is met name ook in de forensische psychologie. Mm-hmm. En dus wanneer er zeer zware misdaden gepleegd zijn, dan moet men vaak daar naar kijken. En het is in dat kader dat over het algemeen een diagnose psychopathie gesteld wordt. Maar er zit zeker niet 1% en lang niet 5 of 6% van de bevolking in gevangenis. Nee. Dus de meeste mensen die aan psychopathie lijden, die lopen gewoon vrij rond. En er is weinig vanuit professionele hoek dat gedaan wordt om de schadelijke gevolgen van psychopathie in de netwerken van relaties in te dammen. Ja. En wat zie jij als een fundamentele systeemfout, hoe we als samenleving met psychopathie omgaan? Wat zie jij een fundamentele fout? Wel, de handicap die er is in het overgrote deel van de moderne psychologie, dat is dat men niet weet wat bewustzijn is. Hmm. En dat is een mysterie. En het is juist bewustzijn, en dus het is eigenlijk is bewustzijn een andere naam voor geweten. En dus dan gaat het over bewustzijn, niet zoals we dat in het dagdagelijkse leven ervaren, hè, dus omdat in het dagdagelijkse leven, hè, dus in de gewone waaktoestand, ervaren we het bewustzijn als betrokken op objecten. Maar er is ook een staat van bewustzijn die betrokken is op zichzelf. Nu, in ons wakende bestaan zijn de twee in normale omstandigheden eigenlijk tegelijkertijd aanwezig, maar het bewustzijn in zijn zelfinteractieve modus, dat is stil. Mm-hmm. Dat zit heel bescheiden in de achtergrond. Maar dat heeft een zeer belangrijke sturende rol in ons leven. Dat is de functie van het geweten. En is dan niet geweten in de zin van op de hoogte zijn van sociale regels. Mm-hmm. Hè? Kijk, mensen die aan psychopathie lijden, die rijden over het algemeen ook rechts. Hè? Als ze in de auto zitten. Ja, dat lijkt me ook, ja. Dat je een spookrijder tegenkomt en dat je dan zegt van, oh, dat moet een psychopaat zijn. Hè? Dus dat, zo werkt dat niet. Dus het is niet op de hoogte zijn van regels, maar het zijn eigenlijk die universele wetten aan de basis van het mens zijn. Ze zijn ook aan de basis van het mens zijn in de relatie, die geen betekenis hebben voor mensen die aan psychopathie lijden. En dus voor hen is dat een grote blinde vlek. Ja. Dus dat bestaat voor hen niet. Dus wat niet voor je bestaat, daar kun je ook geen rekening mee houden. Nee, en andersom ook. Ik bedoel, op het moment dat wij daar geen kennis van hebben als samenleving, wat psychopathie eigenlijk is, is daar ook geen kennis van en geen bewustzijn van. Ja. Nu, het probleem met de moderne psychologie is, dus men houdt zich vooral bezig met de inhouden van het bewustzijn en met gedragingen. Mm-hmm. Maar niet met het bewustzijn op zich. Nee, precies. En dat is, mijn specialiteit, hè. Dus wat is bewustzijn en in welke toestanden kan het bestaan. Ja. Dus als je dat beeldend wilt voorstellen, waar de moderne psychologie zich eigenlijk mee bezighoudt, en dat is ook zeer waardevol, hè, dus daar doe ik niets aan af, dat is als je het beeld gebruikt van een filmprojector, mm-hmm. Dat zijn de beelden die op de film staan, en de beelden die dus dan ook geprojecteerd worden op het doek. Maar waar ik mij mee bezighoud, dat is de lamp in de projector. En dat is het bewustzijn. Mm-hmm. En wanneer iemand aan psychopathie lijdt, dan kan er van alles mis zijn met de beelden op de film, mm-hmm. En met wat er allemaal geprojecteerd wordt. Maar er kan ook iets mis zijn met de lamp in de projector. Ja. Nu, als je niet weet wat dat is, bewustzijn op zich,
dan mis je een noodzakelijk ingrediënt om je een voorstelling te maken van wat het betekent als dat bewustzijn, als dat geweten, het bewustzijn in zijn zelfinteractieve modus, als dat ontbreekt. Dat is één. En wanneer het ontbreekt, dan heb je te maken met een niet-zijn, met een gat in de mens. En daar glijden onze kenvermogens op af. Dus je hebt te maken met iets dat direct niet kenbaar is. Je kunt het niet zien. Het heeft geen naam. Je kunt het niet grijpen. En de enige manier om het te grijpen is indirect. Dus te zeggen van, normaal gezien moet het geweten er zijn, maar hier is het er niet. Maar wat dat er niet zijn is, dat kan niemand vertellen. De meest wijze mens ter wereld kan niet zeggen wat dat is. Bijzonder. Dus je hebt eigenlijk een geweldig probleem bij de studie van psychopathie en bij het onderzoek daarnaar. Dat is dat het buiten, dus grotendeels eigenlijk buiten het bereik ligt van het vakgebied van de psycholoog, dat het in de kern niet kenbaar is, en wat daar ook nog eens een keer bij komt als secundair kenmerk, dat is dat het in de meeste gevallen ook nog eens schuil gaat achter maskers. Ja. Ja. En het meest voorkomende van die maskers, en dat is wat Hervey Cleckley aanduidde als het masker van geestelijke gezondheid. Ah ja, of van... Dus het gaat schuil achter iets dat er normaal uitziet. En het is niet ongebruikelijk, hè? Dus ik zie dat ook voortdurend in de praktijk, dat mensen 20, 30 jaar samenleven, of nog langer, met iemand die aan psychopathie lijdt, en dat niet weten. Ja. En dan na heel veel tijd pas erachter komen van dat wat zij gedacht hebben over hun relatie allemaal niet blijkt te kloppen. Ja, onvoorstelbaar. Dus het kan volstrekt onthutsend zijn, verbijsterend. Mensen kunnen daar hun beeld van wat de mens is en dus wat hun eigen relatie is, dat schudt dan op zijn grondvesten. Dus dat kan een tijd lang voor verwarring zorgen. Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Dan is het heel belangrijk dus dat mensen die kennis aangereikt krijgen, of ontdekken, en dat ze daar gebruik van kunnen maken, omdat dan weer alles op zijn pootjes valt. Hè? Dus dan, wat ik hoor van mensen die het boek lezen, dat is dat het is alsof er een kwartjesregen is. Ja. Hey, en een psychopaat die heeft in basis, en dat zijn natuurlijk narcistische trekken, maar is een narcist ook een psychopaat volgens jou? Wel, er zijn constructen. Bijvoorbeeld van Her, daar zit een narcistische component in. Maar dat is een secundair kenmerk. Okay. Met andere woorden, narcisme, dus ziekelijk narcisme moeten we dan zeggen. Juist uitgedrukt. Ziekelijk narcisme komt bij veel psychopaten voor, maar lang niet bij alle psychopaten. Oké. Ik schat zo'n 20-30% van de psychopaten waarbij het narcisme in zijn ziekelijke vorm eigenlijk geen rol van betekenis speelt. Aan de andere kant, het narcisme op zich is niet per se ziekelijk. En dus professionals die onderkennen dat narcisme ook een noodzakelijke ontwikkelingsfase kan zijn. Niet kan zijn, maar is. En dat het dus in die gezonde vorm eigenlijk bij iedereen een fase geweest is. Maar alle fasen, die dragen we ook nog met ons mee. Hè? En om het helderder te maken, zou je kunnen zeggen eigenlijk dat narcisme eigenliefde is. Hmm. En eigenliefde kan ziekelijk zijn, maar dan is het eigenlijk mislukte eigenliefde. En is niet narcisme een deficiënte eigenliefde? Ja, dat is een mislukte eigenliefde. Ja. Ja. En dat komt zeker bij... dus bij vele psychopaten voor, maar ook niet lang bij alle psychopaten. En omgekeerd, kan ik mij voorstellen dus dat er ziekelijke vormen van narcisme zijn,
die niet zeer intens zijn. En als daar dan die component van een gebrek aan geweten eigenlijk ontbreekt, dan kun je niet van psychopathie spreken. Maar er is dus wel een overlap. Ja. Maar die overlap is er ook met een aantal andere persoonlijkheidsstoornissen. Die heb je dus ook met borderline stoornis. En dus je zou dan eigenlijk moeten spreken over comorbide stoornissen. Je hebt dus narcisme, borderline, dus narcistische persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, paranoïde persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis. En vroeger, dus die naam raakte wel in onbruik, maar ik vind het wel een nuttige naam, theatrale persoonlijkheidsstoornis. Mm-hmm. En er kan sprake zijn van een vrij intense dwangmatigheid. En er zijn nog een aantal stoornissen die ik nu niet genoemd heb, die ook nog samen kunnen voorkomen met psychopaat. Mm-hmm. En als je ontdekt dat er iemand in jouw omgeving psychopaat is, hè, wat is dan jouw gouden tip om juist wel of niet te doen? Ja, wat ik zeker niet zou doen, is die persoon daarover informeren. Nee. Omdat, dus als je zegt tegen iemand, jij bent een psychopaat, dat heeft geen enkele zin. Hè? Dus daarmee roep je eigenlijk alleen maar moeilijkheden op. Kijk, een eigenschap die je vaak ziet, dus of een trek die je vaak ziet bij mensen die aan psychopathie lijden, dat is dat zij zeer weinig inzicht hebben in hun eigen stoornis. Dus dat heet anosognosie, dus een niet hebben van kennis over de eigen stoornis. Vaak weten ze wel iets, hè? Maar dat vertaalt zich niet naar een betekenisvol inzicht, hoor. En dan zeg je tegen iemand, dus terwijl, kijk, als iemand aan psychopathie lijdt, hè, mm-hmm. dan is de kans dat hij daar ooit uitkomt zeer gering. Dus misschien als er mensen zijn die een beetje in een overgangsgebied zitten en die daar hard willen aan werken, in een dergelijk geval misschien wel, ja. Maar over het algemeen niet. Nou, dan heeft het weinig zin om iemand dat label op te kleven. Maar voor jezelf is het wel belangrijk te weten waar je mee te maken hebt. En dan vind ik het ook heel belangrijk dat het stellen van diagnoses, dat niet alleen maar een gebied is waarop professionals zich bewegen. Ik vind het heel belangrijk dat een psychologische basiskennis aanwezig is in de hele bevolking. En dat bijvoorbeeld ook al minstens in de middelbare school daar aandacht aan besteed wordt. Hè? Van welke stoornissen zijn er allemaal? Wat zijn de kenmerken daarvan? Hoe herken je dat? En hoe ga je daarmee om? Ja, dus dat men minstens een rudimentaire kennis daarvan heeft om zichzelf te kunnen beschermen. Of, dus als je er meer intens mee te maken hebt, dat je weet waar je nog meer kennis en expertise om steun te krijgen kunt halen. Want nu zijn mensen over het algemeen volstrekt onwetend daarover. Hè, en is er al heel veel destructie aangericht voor je met de kennis die je nodig hebt in aanraking komt. Hè. Dus wat ik typisch hoor van mensen is, had ik dit maar 20 jaar geleden geweten. Ja, okay. Ja, dat is dood en doodzonde. Ja, absoluut. Ja, ik heb er zijdelings mee te maken gehad, maar dat is gelukkig. Maar ook ik, het is een hele gekke constatering. Hè? Ik bedoel, je denkt over iedereen als gelijk en je wil in principe met iedereen verbinding. Hè? Maar op het moment dat je weet wat psychopathie is en dat de afwezigheid is van dat iemand een verbinding met zichzelf heeft of met überhaupt met leven of bewustzijn. Ja, dan ga je dan echt wel anders instaan. Dus voor mij was dat echt best wel een fundamentele verandering eigenlijk. En als ik dat zag in iemand, dat ik dacht van ja, oké. Okay. Dus daar moet ik echt fundamenteel anders mee omgaan. En niet altijd maar de verbinding of iets dergelijks voorop blijven stellen, zeg maar. Ja. Ja. Nee, want kijk, dit is iets wat je bijvoorbeeld hoort in het kader van de nasleep van moeilijke scheidingen. Mm-hmm. Dus mensen die aan psychopathie lijden,
ja, die veroorzaken vaak heel veel moeilijkheden in een relatie. Waardoor een partner uiteindelijk zegt van ja, ik heb van alles geprobeerd, maar het lukt allemaal niet en ik heb eigenlijk geen relatie. Ah, en dus die zeggen van ja, dit is beschadigend voor mij. En ze voelen zich kapot gaan in een dergelijke relatie. En willen er dan een punt achter zetten. Nou, en dan beginnen de moeilijkheden pas. Ja. En dus dan vermenigvuldigt de destructie zich vaak. En wat je dan ziet, dat is dat als mensen beroep doen op de hulpverlening. En de hulpverlening is niet op de hoogte van psychopathie, wat meestal nog het geval is. Ja. Dat men zich eigenlijk laat manipuleren. En dat men daardoor de destructieve invloed van iemand die aan psychopathie leidt, nog vermenigvuldigd. Ja, dus dat zijn eigenlijk de gevaren dan, als de hulpverlening psychopathie niet onderkent. En dus dat hij eigenlijk de psychopaat ondersteunt en de slachtoffers eigenlijk nog verder van huis brengt. Omdat die mensen, dus wanneer ze goed kunnen manipuleren, of ook wanneer ze maar een beetje kunnen manipuleren, ze kunnen daarin zeer overtuigend overkomen. Ja. En de meeste mensen, die stinken erin. En mensen die deskundig zijn op het gebied van psychopathie, die weten dat zo goed, dat ze nooit zullen zeggen, oh, ik herken ze altijd. En dus ik durf dat ook niet te zeggen. Dus ik heb nu met zoveel, dus ik ben daar 11 jaar mee bezig om dat te bestuderen. En ik durf niet te zeggen dat ik het altijd herken. Nee. Want als ik het niet herkend heb, dan weet ik het niet. Hè? Nee, dat is helder. Ja. Je hebt een aantal drukken van je boeken. Wanneer is de laatste op de markt gekomen? Er is een verschil tussen drukken en uitgaven. Hè? Dus er zijn misschien 15 of 16 drukken geweest. Oh, oké, maar ik bedoel inderdaad de uitgaven, ja. Dus er zijn 2 uitgaven geweest. En wat is een... Dus de aanvankelijke uitgave, dus dat was 240 bladzijden. Ja. Hè? En nu is het rond de 300 bladzijden of zo. Dus het is wat uitgebreid. Ja. En wat zijn de inhoud? Heb je nog inhoudelijke veranderingen aangebracht in de tweede versie? Ja. Ik had in de eerste versie wat technieken beschreven, want het is eigenlijk een praktisch werkboek, mm-hmm. hè? Waarin ook technieken staan die je kunt gebruiken om de destructieve impact minder te laten zijn, hè? Dus om jezelf te beschermen. Ja. En ik kreeg feedback daarover van een aantal mensen, dat die technieken zo goed werkten, dat er hevige reacties kwamen van de persoon die aan psychopathie leed. Omdat hij in één keer geen greep meer had op zijn plan. Oh, ja. Maar als je dan zo'n heftige reactie krijgt, dat is ook niet zo interessant. Nee, dat klopt. Dat moet je ook niet hebben. Ja, en dan heb ik dat heb ik onder andere in het boek gezet, dus van dat je in die gevallen eigenlijk zo'n techniek maar langzaam aan moet introduceren. De schok voor de mensen die aan psychopathie lijden niet zo heftig te maken. En dan ook zelf niet zoveel destructie over je heen te krijgen. Dus dat is één ding geweest. Ik heb ook een aantal dingen toegevoegd die te maken hebben met de bescherming van kinderen. En dat zijn eigenlijk de ergste slachtoffers. Ja. Dus als je ervan uitgaat dat psychopaten eigenlijk gemiddeld even vaak trouwen als geestelijk gezonde mensen, dan zou dat erop neerkomen dat als 5% van de bevolking aan psychopathie leidt, 10% van de kinderen minstens 1 ouder heeft die aan psychopathie leidt. Ja, dat is gigantisch. Ja, dus wanneer een ouder aan psychopathie leidt, zeg maar, de meeste mensen die aan psychopathie lijden, dat zijn verongelukte kleine kinderen. Ja, dus daar liggen vaak zeer zware trauma's aan de grondslag, die de ontwikkeling onmogelijk gemaakt hebben. En wat je dan ook hoort van mensen die in zo'n relatie geweest zijn, en dus als ze kinderen hebben met zo iemand,
die zeggen, ja, ik had eigenlijk een extra kind. Ja. Maar waar eigenlijk ontzettend veel aandacht moest naartoe gaan, maar waar eigenlijk geen enkele verbetering in te brengen was. En wanneer dus iemand aan psychopathie lijdt, maar die heeft kinderen, die is eigenlijk niet in staat om de ouderrol naar behoren te vervullen. Nee. Want je hebt te maken met een verongelukt kind. Niet altijd, en dat is geen kernkenmerk, maar wel bijna altijd. En wat er dan gebeurt, dat is dat in het familiesysteem mensen op allerlei posities terechtkomen die niet bij hen horen. Oh ja. En wat dan gebeurt met kinderen, dat is dat een kind bijvoorbeeld in de ouderrol terecht kan komen tegenover een psychopathische ouder, zelfs ook tegenover een gezonde ouder. En dat is omdat die het heel zwaar heeft, ja, en het kind dan denkt van ik moet die ouder gaan helpen. Of een kind komt in de partnerrol terecht, of het wordt door een psychopathische ouder klein gehouden. Het wordt geïnfantiliseerd. Nou, dat zijn allemaal ontzettend schadelijke zaken voor kinderen. Ja. En eigenlijk moeten kinderen daarin beschermd worden. En zie jij jeugdzorg omdat daar een goede rol vervullen? Zie jij jeugdzorg daarin bijvoorbeeld een goede rol vervullen als het gaat om deze kinderen? Nou, als je het hebt over jeugdzorg, het korte antwoord is eigenlijk nee. En ik moet daarbij eigenlijk denken aan het antwoord dat Mahatma Gandhi gaf op de vraag, wat denk je over de westerse beschaving? En hij zei van, ja, ik denk dat het een goed idee zou zijn. Ja. En dus dat is eigenlijk ook wat ik denk over jeugdzorg, dus over jeugdbescherming eigenlijk. Ja. Hè? Het zou een goed idee zijn. Dus dat, nou, dat is heel schrijnend, ja, dus. Maar dus wat ik heb gemerkt in die 11 jaar dat ik mij met dit onderwerp bezighoud, dat is dus dat mensen die op de hoogte zijn van psychopathie en ermee kunnen omgaan in de jeugdbescherming, dat zijn grote uitzonderingen. En dat zijn witte olifanten. Ja, oké. Okay. Dus is... Wat je over het algemeen ziet, dat is dat een ouder met een dergelijk zeer ernstig psychisch gebrek in staat is om jeugdbeschermers vrij gemakkelijk te manipuleren, hun volle steun te krijgen, hè, dus daar wordt niet aan getwijfeld. En dat de ouder die de kinderen probeert te beschermen en hen wel een fundament te bieden dat gunstig is voor het latere leven, dat die eigenlijk weggezet wordt. Nou, dus er zijn uitzonderingen daarop, maar die zijn er niet veel. En wanneer een, zeg maar een categorie van mensen met een bepaalde psychische stoornis in staat zijn om eigenlijk de jeugdbescherming te kapen, dan hebben we een groot maatschappelijk probleem. Ja. Dat is een maatschappelijk probleem van de eerste orde. Dat is omdat jaarlijks weer duizenden en duizenden kinderen hiermee te maken krijgen. Ja. En die hebben dus dat probleem. Je hebt dus met een hulpverlening, dus niet alleen jeugdbescherming, maar ook de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, die dit onvoldoende in de vingers heeft. Ja. Ja. Zou je nog als laatste iets willen meegeven aan de kijkers? Ja, dat is eigenlijk iets, een paar tips misschien voor hoe je het herkent. Als je merkt dat er vaak gelogen wordt, dus dat er vaak dingen gezegd worden die eigenlijk geen goede relatie hebben met de werkelijkheid, dan moet je je al serieus achter de oren gaan krabben en misschien ook even kijken van, is psychopathie misschien niet van toepassing? Een ander iets is, en dus dat is voor mensen die in een dergelijke relatie zijn, wanneer je merkt dat je gaandeweg geïsoleerd raakt
van je vrienden en van je familie. Dan is het mogelijk dat je te maken hebt met iemand die aan psychopathie lijdt. Want hoewel mensen die aan psychopathie lijden zelf niet loyaal zijn aan anderen, dus dat kennen ze niet, hebben een zeer zwakke binding met andere mensen, eisen ze wel in heel veel gevallen een exclusieve binding van de mensen waarmee ze in een relatie zijn. Ja. En wat je dan ziet bijvoorbeeld, dus ik kom ook oudere mensen tegen, dus hun kind trouwt, een zoon of dochter trouwt, en dan zeggen ze van in één keer krijgen wij onze zoon of onze dochter niet meer te zien en verliezen wij ook het contact met onze kleinkinderen. En dan zit die zoon of dochter ingekapseld in een relatie die over het algemeen zeer ernstig verstoord is en die eigenlijk te vergelijken is met lid zijn van een secte, hè? En gebrainwashed zijn en opgezet zijn tegen iedereen die je lief hebt. Ja. Die zaken komen vrij veel voor. Dus dat zijn zo een paar tips. En dan meer in het algemeen, als je een ontmoeting hebt met iemand, je hebt op een terrasje een kopje koffie gedronken, of er is een bruiloft geweest en je hebt met iemand staan praten en zo, en je blijft daarna malen over wat je daar hebt meegemaakt, dan kan dat ook een teken zijn van met psychopathie in aanraking gekomen te zijn. Dat je een soort... Omdat er namelijk iets is dat niet kenbaar is. En mensen hebben dan vaak de neiging, en zeker als ze authentieke mensen zijn, die hebben dan de neiging te willen achterhalen wat dat is. Ja, precies. Een soort onderbuikgevoel die niet helemaal klopt. Een beetje... Ja. Oké. Nou. Ja. En dan zou die klik er al moeten zijn eigenlijk. Hè? Maar daarvoor heb je voorkennis nodig. Dat krijg je dus wanneer je destructieve relaties op de schop leest. Ja, absoluut. Die kan ik absoluut aanraden. Ook, ik zal ook nog even de link eronder zetten naar de lezing die je bij ons hebt gegeven. Dat is ook absoluut de aanrader. Ja, en misschien de webstack. Ja, dus zelfbescherming.org. Ja, precies. Die gaan we zeker ook melden. Sejan, hartstikke bedankt voor het interview en ook voor al het werk wat je doet in het veld om het bekender te maken. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Jullie bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.